het herfstachtige weer nodigt ook wel een beetje uit om te gaan dagdromen. Dreamer, Darje, Supertramp en daarvoor nog Miss Plastic Fantastic. Ze wordt ze ook wel genoemd. Cher, Strong Enough op 10. Flashback. Ja, we gaan weer eventjes terugblikken naar de lijst van vorig jaar. De top 4000. Ik weet het. Op maandag 30 november, dan volgt de 11e editie. En die loopt door tot en met 24 december. Maar ja, we gaan nog even lekker terugblikken. Voor die tijd, waarom ook niet. En dat doen we vandaag met een plaats van Starship. De groep begon eind jaren 60 als Jefferson Airplane. In 1974 veranderde de band de naam in Jefferson Starship. En weer 10 jaar later in kortweg Starship. Nou, Nothing's Gonna Stop Us Now was in 1987 een van hun grote internationale hits. Totdat Cher in 1999 met Believe op de proppen kwam, was de zangeres van Starship, Grace Slick, de oudste vrouw met een nummer 1 hit in Amerika. Daarna dus Cher. Nou, het nummer was de soundtrack van de romantische comedy Mannequin. Misschien kan je het nog herinneren in 1987. Mickey Thomas, dat is de zanger van de groep, die vertelde ooit in een interview dat Starship begin jaren 80 even in een dippie zat. Maar toen ze besloten om met een heel nieuw, fris team opnieuw muziek te gaan maken, kwam het succes terug. En dat had vooral te maken met het feit dat de groep nieuwe instrumenten ging gebruiken, zoals speciale synthesizers. Ja, luister maar eens wat hij er zelf over te vertellen heeft. Popularity dipped a little bit right at first. You know, the album sales went down a little bit. It's kind of like we sort of lost our focus a little bit. And that's when we redefined the band and reinvented ourselves. We brought in new producers. We wanted to go high tech, you know, sampling, sequencing, you know, synthesizers, synclaviers, the works. We built the city, Sarah, and shortly after that, Nothing's Gonna Stop Us Now. And then we had a lot of hits and lost all of our credibility, so. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship stond de afgelopen jaar nummer 2100 in de...